Aangezien jij deze video over beleggen op YouTube kijkt, ben jij precies degene die ik wil bereiken met deze video. Want misschien kijk je ook wel Engelstalige kanalen over beleggen. En heb je misschien eerder deze maand al iets meegekregen over een artikel op Seeking Alpha over de invloed van YouTubers op koersen en dan specifiek op de koers van Tesla het laatste jaar. En het is iets waar ik al langer over nadenk, alleen ik denk dat nu het juiste moment is om dit te bespreken. Ook omdat ik eerder deze week een video maakte met 7 tips voor beleggers. En een van die tips ging juist over dat je niet moet meegaan in de hype rondom verschillende aandelen, over specifieke aandelen. Dus welke invloed hebben YouTubers en wat moet je dan vooral wel doen en wat vooral ook niet doen? Ik geef mijn kijk op dit onderwerp in deze video samen met wat tips, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Vandaag gaan we het dus hebben over beleggen en dan specifiek eigenlijk YouTube beleggers. Mensen die via YouTube hun informatie over beleggen binnenhalen. En zoals gezegd is er een nieuwsartikel geweest. Is er in ieder geval artikel op Seeking Alpha geweest, wat hier eigenlijk over ging en de invloed van YouTubers op de koers van Tesla in dit geval. Dit was een artikel van Sean Chandler op SeekingAlpha.com en helaas zit dit artikel inmiddels achter een paywall, dus ik kan het niet helemaal bekijken. Het is wel zo dat de video van Stephen Mark Ryan van Solving the Money Problem, ook een YouTube kanaal, wat trouwens ook in dat artikel wordt benoemd, die gaat in op dit artikel, die gaat er uitgebreid op in zelfs en heeft ook heel veel gebruik gemaakt van screenshots of in ieder geval, je ziet heel het artikel eigenlijk voorbij komen, dus mocht je daar interesse in hebben, ik zal even een link naar die video onder deze video plaatsen. Maar het artikel komt er in het kort op neer dat er heel veel Tesla fans zijn en dat er ook heel veel grote YouTube kanalen zijn die juist over Tesla praten. Vaak juist dat ze, wanneer er negatief nieuws is over Tesla, dat zij dan positief wegpraten. En dat het algoritme van YouTube deze video juist aan honderdduizenden mensen laat zien, die allemaal deze video gaan kijken. Dat kan dus invloed hebben op de koers. Het zijn vaak video's van kanalen die dan weinig onderzoek doen of geen onderzoek doen. En ook niet onder toezicht staan van een toezichthouder. Terwijl ze er op die manier wel honderdduizenden euro's per jaar mee gaan verdienen. En dat is eigenlijk kort gezegd waar het artikel dus over gaat. En laten we dan kort beginnen bij die Tesla fans en juist die YouTube kanalen. Want er zijn heel veel YouTube kanalen die over Tesla praten en ook heel veel abonnees hebben. Bijvoorbeeld Financial Education van Jeremy, een kanaal dat ik volg. Ook Hypercharts van Gali. Solving the Money Problem met Steven zoals gezegd. En natuurlijk Tesla Daily, een dagelijkse videoserie met Rob. En dit zijn allemaal kanalen waarvan de maker van het kanaal ook een grote positie heeft in het aandeel Tesla. Sommige mensen hebben honderdduizenden dollars. Er zijn ook kanalen bij die meer dan $1 miljoen aan vermogen hebben zitten eigenlijk in aandelen van Tesla. En ook allemaal focussen juist op die lange termijn. Dat is wat hij in ieder geval, die Sean, vervelend vindt. Is dat ze zeggen, ik ga het nu kopen, maar ik ga het de komende 10 jaar niet verkopen. Want er zit zoveel potentie in dit aandeel. En dat zou een van de redenen zijn waardoor kijkers misschien dan wel gaan denken van, oh, dan moet ik dit aandeel ook kopen. Waardoor de koers van het aandeel alleen maar verder stijgt. Nou, dat betwijfel ik, omdat ik juist denk dat deze kanalen vaak ontstaan zijn omdat er juist heel veel negatief nieuws was over Tesla. En dat deze mensen juist vonden dat er eigenlijk een tegenwoord moest komen. Op de tv of in heel veel kranten kwamen juist de short sales eigenlijk aan het nieuws. Mensen, bedrijven die wilden dat de koers van Tesla naar beneden ging. Omdat ze op die manier geld konden verdienen. Dat is eigenlijk heel veel nepnieuws of in ieder geval kleine geitjes die heel groot werden opgeblazen. Juist om de koers te beïnvloeden. En het zijn juist dit soort dingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat verschillende van deze mensen een kanaal hebben opgestart eigenlijk om een andere kant van het verhaal te vertellen. Dus het artikel van Sean focust zich op die YouTubers die eigenlijk de koers omhoog zouden praten, terwijl juist die YouTube kanalen zijn ontstaan doordat er op de tv of in de kranten shortsellers waren die juist de koers omlaag aan het praten waren. Dus eigenlijk van allebei de kanten valt er wat te zeggen. Dan heeft hij het ook nog over onderzoek, dat juist deze kanalen heel weinig onderzoek doen of misschien alleen het nieuws behandelen en niet er diep op ingaan. En dat ze eigenlijk ook niet onder toezicht staan van toezichthouders. Terwijl ze er wel heel veel geld mee verdienen. Ik denk dat er juist, natuurlijk zijn er kanalen die weinig onderzoek doen. Maar gaan we kijken naar Solving the Money Problem. Of misschien wel Tesla Daily juist. Dat zijn kanalen die bijna dagelijks video maken over Tesla. Juist omdat het actueel is. Juist omdat de kijkersgroep daarop zit te wachten. Maar ze geven ook vaak een goed beeld, vind ik tenminste, van wat er in die dag is gebeurd. Wat we kunnen verwachten als de cijfers uit zijn gekomen, wat er dan is gebeurd. We kijken niet alleen naar Tesla, maar zeker bij Tesla Daily kijken ook naar wat de concurrenten doen of juist niet doen. En ik gebruik dan ook vaak deze kanalen om dagelijks op de hoogte te blijven over Tesla. Zodat ik eigenlijk een beetje
ja, genoeg informatie heb om te beslissen van, houd ik mijn aandelen Tesla? Wil ik ze verkopen of wil ik juist bij gaan kopen? Baseer ik trouwens niet overigens alleen op deze kanalen. Natuurlijk ga ik altijd kijken naar andere informatie, ander nieuws en ga ik nog zelf onderzoek doen. Maar het is natuurlijk een beetje raar om deze mensen aan te vallen die het eigenlijk vanuit hun hobby doen om dit soort kanalen op te richten, het onderzoek doen. Die vaak zelf ook aandeelhouder zijn, dus er ook belang bij hebben om dit onderzoek te doen. Dat vinden ze leuk, daar willen ze meer over weten en dat willen ze ook graag met de rest delen. En ik denk zelfs dat vaak deze YouTubers meer onderzoek doen dan verschillende andere analisten. Deze, ja, die focussen zich op één bedrijf en daar gaan ze ook alles over, willen ze alles over weten en daar maken ze al hun video's over. Terwijl analisten vaak heel veel bedrijven in de gaten moeten houden. En het is ook maar de vraag of analisten dan eigenlijk het bedrijf Tesla ook wel goed begrijpen. Want ik denk, dat weten we allemaal, analisten hebben Tesla heel lang gezien als een autofabrikant. En op die manier vergeleken met merken als Ford of BMW bijvoorbeeld. Terwijl Tesla veel meer is dan een autofabrikant en vooral richting de energiemarkt gaat. En het zijn juist deze mensen, die YouTubers, die daar al lang in de gaten hadden en daardoor misschien ook wel een betere visie hadden of een beter zicht hadden op het bedrijf en de toekomst van dit bedrijf. En tenslotte gaat het artikel ook nog over geld verdienen, dat de koers zou komen, die grote koersstijging zou komen doordat hun erover praten en zij dus ook volop profiteren, waarschijnlijk wel met hun grote positie in Tesla. Deze mensen zaten natuurlijk al vroeg in het aandeel Tesla geïnvesteerd, al een paar jaar terug al, en hebben dus vaak hun positie ook meer dan voorzien vertienvoudig of nog misschien nog wel meer, al denk ik niet dat zij daar ook echt effect op hebben gehad. Op deze koersstijging natuurlijk wel een beetje. Maar er zijn natuurlijk heel veel particuliere beleggers die misschien wel aandelen hebben gekocht. Juist vanwege deze video's. Maar niet per se door hun. Maar juist het onderzoek of de manier waarop ze het verteld hebben. Maar ik denk nog steeds dat de grootste partijen het meeste geld bij de grote beleggers zit. En dat zeker de particulieren niet de overhand hierin hebben. En ik denk dan ook vooral dat de koers van Tesla is gestegen. Ten eerste vanwege de verkoopaantallen die ze de laatste tijd hebben gehad. En vanwege hun techniek, dat eigenlijk daar de koers op is gebaseerd. Hij is natuurlijk wel overgewaardeerd en dat echt eigenlijk een waardering al van wat er in de toekomst gaat komen. Maar ja, welk aandeel in de techsector is op dit moment niet overgewaardeerd? Maar behalve een inkomen uit de koersstijging halen zij natuurlijk wel inkomen uit YouTube advertenties. Dit zijn grote kanalen met veel kijkers, veel views op dit soort video's. En het is ook nog eens een doelgroep die voor adverteerders heel erg interessant is. Voor sommige van dit soort kanalen is het ook hun fulltime job. Daar zijn ze de hele dag mee bezig om dit soort video's te maken. Hun halen al hun inkomen daaruit. En het is natuurlijk ook wel zo dat wanneer jij een groot kanaal hebt met veel kijkers, veel views, waar advertenties bij komen, dat je dan makkelijk veel geld kunt verdienen. Of ja, in ieder geval makkelijk. Je kunt daar veel geld aan verdienen. Ik denk zeker dat kanalen zoals Tesla Daily of Solving the Money Problem minstens 100.000 euro per jaar verdienen met dit soort video's. En natuurlijk, ook ik verdien geld met YouTube. Het is geen 100.000 euro's per jaar, maar ongeveer 1.000 euro bruto in de maand. Dat weegt niet op tegen de tijd die ik erin steek, maar ik vind het gewoon heel erg interessant om mijn kennis en mijn ervaring met jullie te delen. Vaak krijg ik ook feedback vanuit de community. En het is eigenlijk ook wel een beetje mijn plicht, vind ik, met een kanaal van 21.000 volgers, dat ik dit soort onderwerpen ook ga behandelen. Want het is niet alleen maar de leuke dingen vertellen, maar het zijn juist ook de dingen vertellen waar mensen moeten opletten. En waar ik denk dat je voor op moet letten, zijn vaak de nieuwe, kleinere kanalen die juist voor het geld gaan. Die grote kanalen, die oude kanalen, laat ik het even noemen, die zijn er al een tijdje en die zijn ook echt met een doel opgericht. Omdat er heel veel fake nieuws, nepnieuws of incorrect nieuws was over Tesla. Hun doel was om het juiste nieuws eerlijk te vertellen, terwijl juist de nieuwe kanalen vaak maar met één doel zijn opgericht. En dat is geld verdienen. Dat is trouwens ook het volgende onderwerp van deze video. Want dan hebben we het over de invloed op particulieren. Nieuwe kanalen hebben denk ik wel invloed. Niet invloed op de koers, maar wel invloed op particulieren. Want waar die oude kanalen dus juist zich richten op eerlijk nieuws, uitgebreid nieuws, dingen voor de lange termijn en ook waarde creëren, zijn het vaak deze nieuwe kanalen die maar één doel hebben. En dat is zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld zelf verdienen. Want omdat er geld is te verdienen met dit soort onderwerpen op YouTube, zijn het vaak jonge gasten met een beetje ervaring in de online marketing die hierop inspelen. Die weten hoe het algoritme van YouTube of van Facebook werkt. En die gaan dat dus ook toepassen op hun video's met één doel om geld te verdienen. Misschien heb je het afgelopen weekend nog gezien. Het was bij Zondag met Lubach eigenlijk de invloed van het algoritme. Als je daar goed op inspeelt, dan kun je daar natuurlijk op deze manier heel veel geld mee verdienen. Daar ging het over complottheorieën. Maar het kan natuurlijk op deze manier ook toe worden gepast.
juist om op dit soort video's of dit soort onderwerpen aandacht te trekken. En op die manier door advertenties dus geld te verdienen. Want kijken we naar YouTube, dan hebben we het natuurlijk over de thumbnail, het plaatje van de video. Het plaatje is gewoon heel erg belangrijk om de aandacht van een kijker te trekken voordat je erop klikt. En heeft hij eenmaal geklikt, dan gaat hij jouw video kijken. Krijgt hij van tevoren een reclame, misschien nog wel tijdens het kijken een reclame. En wat je, vind ik tenminste, ziet, is dat die oude kanaal, laat ik het maar weer even noemen, vaak simpele, eerlijke thumbnails hebben. Dat je weet waarover het gaat, heel herkenbaar. Terwijl juist die nieuwe kleine kanalen inspelen op kansen, geld verdienen, heel opvallend zijn. En natuurlijk, ook ik heb af en toe wel een thumbnail die wat opvallender is. Die misschien wat meer richting dat laatste van die nieuwe kanalen neigt. Maar in ieder geval, mijn verhaal is altijd hetzelfde. Ik probeer het in ieder geval altijd zo eerlijk en uitgebreid mogelijk uit te leggen. En dan komen we eigenlijk meteen bij het volgende. Waarom denk ik al deze nieuwe kanalen er zijn? En dat heeft heel erg veel te maken met ARK Invest. Want ARK Invest, of misschien Cathie Wood, is heel erg bekend onder Tesla-fans. Zij waren als een van de eerste die met een heel erg groot koersdoel kwamen voor Tesla. Voor de stocksplitsing was dat nog $7,000. Inmiddels met die aandelensplitsing achter de rug ligt dat op $1,400 voor één aandeel Tesla. En als het goed is, komt er binnenkort een update van hun berekening van hun koersdoel. En ze hadden dat dus heel erg goed ingeschat, al op heel erg lang geleden. Al een paar jaar geleden zagen ze het al. Op die manier hebben ze ook heel veel geld verdiend natuurlijk. Om op de juiste moment de aandelen te kopen en te verkopen. En dat is niet alleen zo bij Tesla. Dat hebben ze ook bij andere aandelen gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Square. En het is altijd interessant om te zien, wat doet ARK Invest? En welke aandelen kopen ze? Maar je kunt vaak ook zien van waarom kopen ze dit? Omdat het onderzoek vaak ook wordt gepubliceerd. En dat is ook heel erg leerzaam voor investeerders. Maar dan krijg je te maken met wat ik altijd noem de next Tesla. Oftewel, Tesla op dit moment is al heel erg veel in waarde gestegen. Dat ziet er niet naar uit dat het de komende tijd in ieder geval nog een keer 10 keer in waarde gaat stijgen. Dus juist die nieuwe kanalen gaan op zoek naar de volgende Tesla. Welk aandeel is het volgende aandeel dat mogelijk misschien wel 5 of 10 keer zoveel waard wordt? En gaan zich daar helemaal op richten. En gaan dan ook vaak kijken naar wat ARK Invest doet. Laten we gaan kijken naar een paar aandelen die ik regelmatig op YouTube voorbij zie komen. Die veel besproken worden. En ook allemaal vaak waarschijnlijk omdat ARK Invest er een positie in heeft genomen. En allemaal wordt gezegd van, oh, dit wordt de volgende Tesla. Aandelen zoals Workhorse waarschijnlijk, zegt je wel iets. Bijna 600% gestegen dit jaar, maar de laatste maand -20%. Virgin Galactic, een piek van $37, maar heel kort daarna was het weer $10 waard eerder dit jaar. En inmiddels zitten we er iets daarboven. Een bedrijf als Fastly gingen we van $14 naar $128. Maar nu in de laatste week weer een dip, of niet eens een dip, gewoon een daling van 30%. En natuurlijk Nikola. Het is trouwens geen bedrijf waar ARK Invest geïnvesteerd heeft, maar wel net zo'n hype aandeel als de eerdere die ik noemde. Van $10 in het begin voordat ze naar de beurs gingen naar $93 op de piek. Inmiddels $20 vanwege allemaal heel erg veel nieuws, negatief nieuws. En de enige die hier eigenlijk geld mee hebben verdiend zijn vooral die grote partijen die er op het eerste moment al bij waren. En over dit soort aandelen heb ik ook mijn Instagram-volgers wat vragen gesteld. Vind ik altijd interessant om te kijken, wat denken mensen, wat is hun mening? En volg me dan op Instagram als je ook de volgende keer je mening wil achterlaten, of in ieder geval op de hoogte wil blijven van dit soort dingen. Het eerste wat ik vroeg was, heb jij ook van dit soort aandelen gehad? Nou, 22% van de reageerders die zei van ja, ik heb één van deze aandelen gehad, of meerdere gehad, of misschien nog steeds wel in bezit. De volgende vraag die ik stelde was dan, heb jij winst of verlies gemaakt? 56% heeft verlies gemaakt en dat is dus op 700 reacties. Oftewel, bijna 400 mensen hebben dus geld verloren met dit soort aandelen. En als je dus gaat kijken, 56% van best wel veel mensen die gereageerd hebben, dus het is best wel een goed onderzoek vind ik zelf, dan is het waarschijnlijk beter, heb je betere kansen als je een muntje opgooit om kop of munt te doen, dan wanneer je dus in dit soort aandelen zit, want het gaat vaak om het moment dat je de aandeel koopt. En je hebt natuurlijk heel erg veel pieken gezien, maar we hebben ook heel veel dalingen gezien, vooral de laatste tijd. En ik denk dat heel veel van die mensen deze aandelen hebben gekocht, misschien wel omdat ARK Invest had gekocht, misschien wel omdat een YouTuber hierover heeft gepraat, maar ik denk dat ze vergeten dat ten eerste deze mensen of deze bedrijven een ander inkomen hebben om te beleggen, of misschien is het wel hun werk om dat te doen, en zeker ook een ander risico hebben wat betreft dit soort aandelen. Want kijken we bij ARK in hun fonds, is Tesla nooit meer dan 10%. Wanneer de waarde daarboven stijgt, moeten ze zoveel verkopen zodat het weer maximaal 10% waard is. Kijk bijvoorbeeld een aandeel als Workhorse. Het is natuurlijk wel 18 miljoen euro in het portefeuille van ARK Invest. Maar het is ook maar 2,4% van hun totaal. Of kijken we naar Fastly voor 38 miljoen. Maar ook dat is maar 1,3%.
En het is natuurlijk maar gewoon eigenlijk een hostingboer die toevallig TikTok als klant heeft. Maar wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Nou, er is natuurlijk niks mis met YouTube-video's kijken. Ik raad het waarschijnlijk zelfs aan. Heel mijn kanaal is erom gebouwd. Maar het is wel belangrijk om dan ook eigenlijk beide kanten van het verhaal te horen. Ga dus niet alleen op bepaalde aandelen richten of bepaalde kanalen. Maar probeer zoveel mogelijk informatie van YouTube te halen. Het is natuurlijk heel erg laagdrempelig, heel erg makkelijk ook om een YouTube-video te kijken. En elke dag op die manier op de hoogte te blijven. Maar ga dan wel onderzoek doen of ga in ieder geval kijken naar zowel de voor- als nadelen van een bedrijf. En als je je informatie bijna geheel van YouTube afhaalt, let dan op twee dingen. Twee dingen die ik heel belangrijk vind om op te letten. Want als je daar niet op let, dan ben je eigenlijk niet een belegger, maar ben je eigenlijk gewoon het gokken. En ten eerste dat het YouTube-kanaal waarop de video staat, wie maakt deze video? Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer we gaan kijken naar tv of shortsellers. Welk belang hebben ze bij het brengen van deze video, van dit nieuws? En in dit geval dus, welk belang heeft de maker van deze video? Maak dus een inschatting van waarom denk jij dat deze video gemaakt is? Is die gemaakt om jou te informeren? Of is die gemaakt om views te krijgen en geld te verdienen? Titel of thumbnail zoals dit aandeel kan verdubbelen. Ja, dat kan. Elk aandeel kan verdubbelen. Maar hoe groter de kans is dat een aandeel verdubbelt, hoe groter ook de kans is dat een aandeel halveert. Want dit zijn gewoon aandelen die heel erg volatiel zijn. Het is maar de vraag of je daar überhaupt in moet investeren. En mocht je dat doen, houd dan in ieder geval met een klein percentage van je portefeuille. En ga er niet vol in. En het tweede waar je op moet letten is het aandeel zelf. Welk aandeel wordt besproken en waarom wordt dit aandeel besproken? Ik denk zoals gezegd niet dat de kans groot is dat een aandeel heel in koers zal stijgen omdat een van deze kanalen het zal bespreken. Maar het is vaak maar de vraag van waarom gaat het kanaal überhaupt het aandeel bespreken? Een aandeel kopen omdat een YouTuber of ARK Invest het aandeel koopt is, vind ik, geen goede beleggingsstrategie. En wie zegt trouwens niet dat ARK Invest inmiddels ook daarvan op de hoogte is dat ze misschien juist wel dit soort posities innemen, juist omdat ze weten, half YouTube volgt ons toch, dus de koers gaat omhoog, pakken wij mooi een winst. En wat ik ook al in die vorige video zei met 7 tips voor beleggers, heb geduld en ga niet mee met de hype. Dat is ook de reden geweest dat ik na Tesla geen andere EV aandelen heb gekocht. Puur omdat ik zag dat er een hype was, dat het op lucht gebaseerd was. Zeker wanneer we bij Nikola gaan kijken. En achteraf gezien is dat eigenlijk natuurlijk heel erg makkelijk om te roepen. Maar volgens mij, zeker bij Nikola, heb ik het al die tijd al geroepen. Ze hadden geen product, ze hadden geen productie. Ze hadden alleen tekeningen en mooie ideeën. Waarom zou ik daarop investeren? Alleen omdat andere mensen, of zelfs de CEO zelf, Trevor Milton, roept dat zij de volgende Tesla worden. Terwijl ik denk zelfs de hele kans, dat de kans gewoon groot is dat de volgende Tesla niet in dezelfde sector zit, dat hij in een andere sector zal vallen. En omdat ik dan mogelijk die kans zou missen om de volgende Tesla te missen, koop ik nu maar dit aandeel, terwijl het eigenlijk op niets gebaseerd is. En je moet ook goed beseffen dat het uiteindelijk toch nooit goed is. Durf gewoon geduld te hebben. En ook al pak je wel de goede beslissing, dan ben je vaak nog niet tevreden. Of tenminste had het altijd nog beter gekunnen. Zoals gezegd, Tesla is mijn grootste positie. Ik heb dat volgens mij gekocht in het begin voor 8000 euro in totaal ingelegd. Inmiddels is dat volgens mij 12.000 geworden. Maar hij is 60.000 euro waard. En ook dit moment denk ik nog steeds van, had ik maar meer gekocht. Zeker toen de koers laag is. Dus je ziet wel, maakt niet uit wat je doet. Achteraf gezien wil je toch altijd anders. Had je het altijd beter kunnen doen. Maar dat is dus mijn mening, mijn ervaring met dit onderwerp. Van wat ik altijd noem hype aandelen. Aandelen die gewoon heel erg veel besproken worden op internet, op YouTube kanalen. Waarvan ik al vrij snel denk van, ja, dit is op niets gebaseerd. Natuurlijk, Tesla is in het begin misschien ook wel op niks gebaseerd. Maar om dan te denken dat de volgende Tesla het gaat worden, om dan daar je geld maar in te steken, vind ik geen goede beleggerstrategie. Zeker niet op de lange termijn. En dus zeg ik altijd, let niet alleen op het aandeel, maar ook het kanaal waar je informatie vandaan haalt. Welk belang hebben zij bij het maken van die video, bij het schrijven van dat artikel. Maar zoals gezegd, dat is mijn mening. Ik ben trouwens ook erg benieuwd hoe jullie erover denken en wat eventueel ook jullie ervaring hiermee is. Op Instagram zag ik dat meer dan de helft van mijn kijkers die dit soort aandelen had gekocht, geld heeft verloren. Maar laat ook vooral weten in de reacties onder wat jouw mening en ervaring over dit soort aandelen is. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je bedanken voor het kijken. Zeker als je het helemaal tot het einde van deze video hebt volgehouden. Want we zijn al best wel een tijdje bezig. Vond je het nou wel een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En het YouTube-algoritme helpt natuurlijk. Want deze video wordt naar meer mensen aangeraden. Wil je meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.